Schade aan bodems in bos- en natuurgebieden is meestal onomkeerbaar. In dit deel gaan we na wat voor impact bodemverdichting heeft. De bodem is het oppervlakkig deel van de aardkorst. Een bodem bestaat uit een vast, gasvormig en vloeibaar gedeelte. Het vast gedeelte bestaat uit mineralen met organisch materiaal doorheen gemengd. De mineralen bestaan uit een mengsel van korrels van verschillende grootte, zand, leem en klei. Die zijn ontstaan uit de verwering van gesteenten en zijn afgezet in lagen, bodemhorizonten genoemd. Tussen al die bodemdeeltjes zitten holtes en hangetjes, soms microscopisch klein. In deze micro- en macroporiën zit er lucht en water, met daarin voedingsstoffen opgelost. Een ideale, vruchtbare bodem voor land- of tuinbouw bestaat uit ongeveer 5% organisch materiaal en ongeveer 45% mineralen. Het organisch materiaal wordt afgebroken tot nieuwe voedingsstoffen, verhoogt het absorptievermogen van de bodem voor lucht en water en maakt dat minerale bodemdeeltjes goed aan elkaar kunnen kleven, zodat een goede, luchtige bodemstructuur ontstaat. De humus, het slecht afbreekbare restdeel van organisch materiaal, is een voedingsbodem voor bacteriën en mycorrhiza. De ideale verhouding tussen de verschillende korrelgroottes van de mineralen in de bodem is ongeveer 40% zand, 40% leem en 20% klei. De relatieve verhouding van de korrelgroottes, de bodemtextuur, bepaalt de belangrijkste fysische bodemeigenschappen zoals waterhuishouding. Mineralen bepalen ook chemische bodemeigenschappen zoals zuurtegraad en aanwezigheid van voedingsstoffen en sporenelementen. Samen met het organisch materiaal bepalen mineralen gedragend vermogen van een bodem en de structuur. Maar we hadden het tot nu toe nog maar over ongeveer de helft van de samenstelling van een bodem. Een ideale tuinbodem bestaat ook nog voor ongeveer 25% uit lucht en 25% uit water. Water is leven. Zonder water kunnen er uiteraard geen planten in een bodem groeien. De bodemtextuur en dus de grootte van de bodemporiën bepaalt welk deel van het water voor planten beschikbaar is en ook welk deel van de neerslag in een bodem infiltreert, doorheen de wortelzone doorsijpelt of terug omhoog komt tot in het bereik van de wortels via capillaire opstijging. Lucht zit vooral in de macroporiën. Bodems met weinig macroporiën blijven langer verzadigd met water. Plantenwortels krijgen een tekort aan zuurstof en er wordt geen humus afgebroken. Ondertussen blijven micro-organismen CO2 produceren, een aantal bacteriën zetten nitraten om in stikstofoxiden en humuszuren blijven zich opstapelen. De bodem verzuurt. Dit kan zelfs leiden tot het afsterven van planten. We denken bij bodems vooral aan mineralen en organisch materiaal, maar de andere helft, lucht en water, zijn extreem belangrijk voor het bodemleven en de plantengroei. Bodemverdichting is het samendrukken van de vaste bodemdeeltjes door externe krachten. Vooral de macroporiën nemen af. Minder macroporiën betekent een slechte lucht- en waterhuishouding. Oppervlakkige verdichting zorgt ervoor dat het water sneller afspoelt. Toch raken gecompacteerde bodems sneller met water verzadigd, maar veel van dat water zit dan in de kleine microporiën en is moeilijk voor de plant beschikbaar. Veel water en weinig lucht maakt dat bodems verzuren. De kruimelige structuur gaat verloren. In dichte bodems is het voor wortels moeilijker om door de bodem heen te dringen. Het is dus wel duidelijk dat bodemverdichting een zware impact heeft op de bodemfauna en plantengroei. Op de foto is duidelijk te zien dat de wortels van de maïsplant niet in het gecompacteerde gedeelte konden groeien. Deze tabel geeft een overzicht van de effecten van bodemcompactatie in het zoniumwoud. Het leidt naast het afsterven van plantenwortels onder andere tot oppervlakkige waterstagnatie, kolonisatie door tredvegetatie en reductie van de bovenste bodemhorizont. Dit betekent dat elektronen uit de bodemmineralen wegspoelen en de bodem verbleekt. Tot slot wordt natuurlijke verjonging van zaailingen bijna onmogelijk. Het voeren van een processturend natuurrecht bosbeheer wordt moeilijk.